Dick van der Heij. Goeion. Daar ik onwezen hier bij de lotting van het scootje Silver. Kom maar even zien hem. Ja. Beetje onwennig denk ik, hè? Ja, verrekt onwennig. Ik ben hier al, maar ik weet net wat ik wil, man. Is er helemaal ooi. Daar is je een beetje om als een ooitje in. Ja, dat zit er wel tegen in. Ik bedoel, fjouren waren hier. Ben ik druk weg met scootje Silver. Op een vrede jong. Begon vrede middag om een uur is fjouren al te bouwen. Nou, en dan het hele weekend terug. En dan hij het smoor druk en nou hij niet eens helemaal niks. Maar dan komt maar Sint-Pieter ik. Je staat er en... Erin. Maar hoe zit die weekend er nou uit dan? Want ik weet uit het verleden nog wel dat zo'n tarieding van zo'n scootsersiel weekend van de Blaanse stem heel wat inhoudt. Maar hoe zit zo'n weekend er nou uit? Ja, nou ja. Leeg. Het is een beetje speeltje saai. Ik ga de boottanden eens kleren. Wat ik hoor is altijd de moana van tevoren al kleren hier. Maar hij is als een smarriger, een Turk. En wij hebben een keer vakantie. Nou. Dus de bootman die is kleren, die is oors altijd wel kleren natuurlijk. Nog wat goed te zien. Nou, daar zit er lang achter, hè? De druk is er nog net. Als AOW doe je ik net zo goed meer. Maar dan mist het natuurlijk nog wel, hè? Nou de baanste stemmen er weer bij is. Ja, dat wel. Maar Tori, je bent er weer bij. Maar Leo. Ja, maar Leo. Ik begin zo in september weer met mijn programma van 10 tot 1. Breaking news, zeg ik hier even. Ja, dit is echt nice. Want ik heb van een week een bericht gekregen dat ik van 10 tot 12 mijn programma weer aan mij bij Leo. Wekker worden, ja. En Hanneke, mijn country programma. Op 3 september, op 10 juni, van Zand tot Nuggen. Dus we zijn er weer helemaal bij. Maar ja, dat is pas in september. En waarschijnlijk hebben we dan onkomt Sint-Pieter en nou ja, en alle toestanden. Ik wil mij pakken. Ik het scootje ziel en de hele bende. Ja, nou dat komt er dan. Ik wil erbij natuurlijk in het scootje ziel. Maar dat is pas volgend jaar weer. Dus, Ja, nou ja, daar deed hier even helemaal niks. Ik heb morgen de maar op mijn boord en ik weet net wat ik maak. Hé. Wat was de leiders lezen met die boord? Ja, maar de mooiste is, tjie, toen ik voor de Blaanse stem op werd, hier kreeg je scheidsvlaggen. En dan moet je in het wedstrijdveld komen. En dan maak ik me ergens deel aan. Dat is een heel overhaal als in het wedstrijdveld. Ik was net even bij die jonge dame geweest om te vragen van ja, ik ben van Leo, dus ik mag alles voor vrij en blij worden varen. Nee, daar beginnen we net aan. Nee, dat mag gewoon eerlijk zijn. En dan is het speeltje van, bedoel, als die nou, ik ga me altijd netjes houden en daardoor krijgen wij altijd die SKS-vlaggen. Ik moet varen op het wetter. Ik bedoel, als die netjes was, dan krijg je dat oor hier wegkomen. En als dan verknoeist het. Maar als er een man op het pikmaat bent en de vierde een, nou wat voor stuurder zit er dan te harken? Ja, ik denk wel maar op Friesland. Maar Friesland wel? Ja, wat maakt het was. Er is ook net Leo in de net. Dus, Daar valt hier maar Leo werd het wetter op mijn bootje. Ja, nou ja, dat leidt dus aan de organisatie van Leo. Had ze mij daar weer bij willen, mij de boot. En daar werd, als je daar veldraad op zei, van, ze die altijd verslagen bij Akkerm. Voetbal. Maar en scootsjong. Maar die had al Jimmy zijn van, had je maar in Lofgen en je hem door het werd, ik wil wel het scootsjong verslaan. Ze had niks meer bij Akkerm. Want dat is bij Heerenveen komen. Dus. Je zou je de oorswoorden dikken, hè? Maar dat is wel mooi in je vader volgen. Ja, wij gaan gewoon weer terug.